Dames en heren, vandaag is een memorabele dag in het leven van mij als YouTuber, want ik ben papa geworden. Natuurlijk totale bullshit, ik ben geen papa geworden, maar ik voel me wel een papa. De pekvis heeft het al heel ver geschopt. De pekvis is van één klein pekvisje met een kleine pek naar volledige scholen pekvissen gegaan, met echt grote piemels, kleine pekvissen, grote pekvissen, middelmatige pekvissen, vispekken. Het is niet normaal. De pekvis is alive. Er bestaat een Snapchat account en die noemt Gent Student 2. Als je geen 16 bent, voeg de account niet toe. Jullie gaan het nu toch allemaal doen, maar ik heb je gewaarschuwd. Ik heb gezegd dat je niet moet doen. Het is nogal redelijk seksistisch Snapchat-account. Het is een Snapchat-account die gemaakt is voor en door studenten van Gent. De pekvis stond vandaag op Gent Student 2. Met deze foto. Holy shit. Ik zat zo dus gewoon in de klas zo door mijn Snapchat te tikken. En ineens zie ik daar de pekvis staan. Gent Student wordt bekeken door fucking veel mensen. En mijn pekvis stond daarbij. I'm done. Ik ben super trots op jullie, ik ben super trots op de pekvis, ik ben super trots op alles. En om de video dan nog een beetje trotser te maken, een hele goede vriend van mij, Tease Games. Tease, love you Tease. Je bent fucking lekker. Is jammer genoeg zijn channel verloren, echt fucking kut. Ik denk als dat bij mij gebeurt, dat ik mezelf uit mijn raam gooi of zo. Maar hij heeft een nieuw channel gemaakt. Ik weet niet of het voorlopige channel is, ik weet niet of hij Tease Games nog gaat terugkrijgen. Ik hoop van wel, en ik denk ook dat hij het wel gaat terugkrijgen. Maar zijn vervang of zijn nieuw channel staat in de beschrijving. Dus ben jij kijker van Tease, waarschijnlijk wel. Klik dan even op die link, sub op Tease, hij is fucking chillen. Doet, blond haar, fucking lekkere boy. Dus subscribe zeker op hem, want YouTube zit in zijn bloed en hij gaat nooit stoppen. Ik had ook niet verwacht dat hij ging stoppen. Dus sub op Ties. In deze video ga ik jullie in de bloemetjes zetten, want ik ga de mooiste pekvissen tonen die ik, of gewoon ja, leuke pekvissen tonen aan jullie. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's fucking go. Dus jij wil weten wat de mooiste pekvis is? Daar kan ik je bij helpen. Pekvissen zijn vissen met een pek. Ze komen vaak voor in grote groepen en ze hebben een grote pek en een balzak. Omdat jullie de voorbije weken zo fucking veel pekvissen getekend hebben, ga ik vandaag aan jullie wat coole pekvissen tonen. En we gaan niet wachten, we beginnen er gewoon meteen aan. Een van mijn favorieten is de pekvis van mijn papa en dat is deze pekvis. Mijn papa had een pekvis getekend en holy shit, die pek is fucking groot. Deze pekvis is fucking cool. Thanks pa voor deze geweldige pekvis. Die pekvis heeft sowieso een goed leven. Dit is waarschijnlijk een van de lelijkste pekvissen die ik ooit heb gezien, maar oké. Er moet altijd wel eens een lelijk eentje in de groep zitten. En deze pekvis heeft, ja, gewoon last van een laaghangende lul, denk ik. Ik weet ook niet waar mis is met zijn gezicht. Dit is gewoon een beetje een misvormde pekvis. Want het is niet erg, het is en blijft een fucking pekvis. Deze foto is ook gewoon super leuk om naar te kijken. Gewoon een pekvis met twee fans. Je ziet dat de meisjes super blij zijn dat ze bij de pekvis mogen staan. Super leuk om te zien dat deze pekvis zo gelukkig is. Het is gewoon super leuk om te zien dat jullie de meeste pekvissen altijd op school tekenen. Dan denk ik altijd van, let the pekvis rule all the schools. Zou wel awesome zijn. Ik liep vandaag door de gang op school en ik zag ook gewoon een pekvis staan op de radiator. Op de chauffage dus. Deze pekvis is een klassieker. De gomvis. De gompekvis. Een pekvis op gom. Super cool. Je kan hem overal mee naartoe nemen. Het is gewoon een kleine pekvis die je kan, ja, gewoon meenemen. Super cool om zo dingetjes te zien dat mensen het ook op hun gommen gaan tekenen. Dat is echt super cool om te zien. De volgende is iets heel speciaal. Het is een schoolpekvissen op iemands arm. Dit was iets die ik... Nou, wow, dit is gewoon insane. Het zijn 4 pekvissen op één arm. Het is, wow, sick. Dan heb je gewoon fucking pekvissen op je arm. Super awesome. Ik ben zeker dat die pekvissen gewoon goed zijn voor je huid. Zuiveren je armen gewoon. Dat is super chill. De klassieke pekvis kunnen we natuurlijk ook niet vergeten. Gewoon standaard vis, standaard pek, standaard gezegd. Gewoon heel cool, heel standaard. Wat een prachtvis. Als je zo'n vis ziet ergens, wow, ik weet niet. Het is, als je zo'n vis ziet, het is gewoon super leuk om ze te zien in het echt. Maar natuurlijk, ik kan nu zeggen van dit zijn foto's. Er is er 1, dit zijn er 2, dit zijn er 3. Er zijn veel meer foto's van pekvissen. Pekvis, 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 pekvis. Zie het, stop nooit. Jullie blijven pekvissen tekenen. Het is gewoon fucking awesome. Het is zo ver gekomen dat zelf bekende vissen pekvissen zijn geworden. Zoals deze, like, what the fuck. Het is zelf veel erger aan het worden dan dat ik zelf had gedacht. Je kan een pekvis tekenen op je arm. Je kan een pekvis tekenen in een tafel, op een schoolbord. Sommige pekvissen hebben geleerd
om op daken te zetten. Het is een motherfucking pikvis op een dak. Dit is sick. Zo'n foto's, ik een stuk gaan om deze foto. Dit is kunst. Dit is echt gewoon kunst. Zoals ik in de vorige video heb gezegd, blijven pikvissen evolueren. En hoe meer pikvissen er komen, hoe meer evoluties daar ook komen. Want de pikvissius Balsacus dicus heeft een hele rare vorm van voortplanten, waardoor ze steeds nieuwe dingen ontwikkelt. Daaruit is er een hele rare vorm van de pikvis gekomen. Ik weet niet hoe het noemt, maar het is dit. Het is iets heel raar. Ja, het is een fucking pikvis. Het is gewoon evolutie. Ik had nooit gedacht dat het zo ver ging komen. En het is gewoon awesome om te zien dat ze overal zijn. Je kijkt naar links, je ziet een pikvis. Je kijkt naar rechts, oh my god, een pikvis. En ik wil er iets mee doen, maar ik weet niet wat. Het zou belachelijk zijn als ik t-shirts zou maken met een pikvis op. Maar wie de fuck wil er nu rondlopen met een t-shirt waar er een grote piemel op staat? Dat is geen hate naar de pikvis. Maar dat doe ik gewoon voor jullie best wel. Omdat dat niet normaal is als je rondloopt met een t-shirt met een piemel op. Dat kan niet. Wat ik natuurlijk wel zou kunnen doen, is er iets leuk mee doen. En bijvoorbeeld, ja, eigenlijk kan je niet echt iets leuk doen, maar oké. Het is gewoon awesome. Het is een fucking pikvis. Die dingen zijn legendary. Die dingen moeten overeeuwigd worden in het leven. Als je nog pikvissen hebt, je kan ze doorsturen op elke mogelijke manier. Als je ze op Twitter stuurt, op Facebook, op Snapchat. Ik bekijk ze sowieso wel eens, maar het makkelijkste is op Twitter. Ik denk dat ik vanaf vandaag elke dag de pikvis van de dag ga tonen. Dus elke dag, voordat de video begint, toon ik een foto van een pikvis. Deze video was nu volledig gespendeerd aan de pikvis, omdat de pikvis gewoon, ja, gewoon een fucking pikvis. En om de video te eindigen, zou ik nog even willen zeggen tegen jullie, als jullie kunnen tellen hoeveel keer ik pikvis heb gezegd in deze video, dan zijn jullie fucking legends. Dan zijn jullie fucking beast. Ik denk dat het bijna onmogelijk is, want ik heb het woord pikvis echt fucking veel gezegd. Maar oké, ze verdienen het. De pikvissen verdienen het om vernoemd te worden. Ik ben Acid. Ik zou zeggen, blijf die pikvissen tekenen en laat je niet stoppen, maar door niemand. Als jij naar de strafstudie moet door je pik... Oh my god, ik word gebeld. Oké. Ja, papa? Ja. Papa, zeg een keer pikvis. Wat moet ik doen? Zeg een keer pikvis. Pikvis. En wat vind je van de pikvis? Schitterend. Oké, awesome. Oké, ja, dat papa. Dat was mijn papa. Oké, ja, ik zou gewoon zeggen, blijf pikvis te tekenen, stop nooit. En als jij eens naar de strafstudie moet gaan door je pikvis, dan kom ik wel mee. Dan kom ik mee met jou zitten in de strafstudie. Zo van, yo, what up? Dus dames en heren, ik blijf zitten en ik zou zeggen, adios, bitches. Tot morgen bij een nieuwe video. En ja, oké. Hallo.